Ik heb het volgende DNA-lid in de studio, dames en heren. En met haar ga ik een beetje... We gaan een beetje... Hoe zeg je dat? We gaan een beetje rollen. Mevrouw Ednel, niet echt wat rollen wat u denkt hoor. Dat doen we niet. Hoe gaat het met u? Het gaat. Hoor bij u. Ja, hoe gaat het met jou? Met dit lid mag ik vrijer praten. Met echt? Dag, u. Nee. Patricia Ednel. Ja. Goedemiddag. Het is niet, het moet ons niet verbazen hoor, wanneer mensen in één partij het niet met elkaar eens zijn. Is normaal. Is normaal. Is normaal. Ik heb het ervaren, meerdere keren ervaren. En ik denk dat elke partij zo zijn zaken heeft. Dus het is niet iets waar we van moeten schrikken en moeten aangeven dat er veel zal gebeuren. Het is een normaal gegeven en een onderwerp als kan spelen en die hele wet daaromheen. Het was een issue. Het was een iets dat, of een onderwerp dat heel erg, ja, er waren heel veel issues van de DNA-leden. En de DNA-leden waren in geen van de fracties, niet alleen maar in de VHP, maar ook binnen de NDP-fractie, waren er zaken waarbij de leden het niet eens waren. Daar zag je ook de manier hoe er gestemd is geworden. Dus het was niet alleen maar een issue voor de VHP, dus als grootste fractie, maar ook voor de NDP. En ook binnen de ABOP-fractie had je problemen. Maar het vreemde wel van de ABOP-fractie is dat niemand zich heeft onthouden van stemmen. Maar iedereen heeft voorgestemd. Maar leg me uit, want ik heb begrepen pas aan dat. Maar misschien omdat ik nooit DNA-lid ben geweest. En misschien zie ik het te simpel, maar leg me uit. If me, Clifton Michael Limburg, nog de eens naar Awasan, ga ik me niet onthouden van stemmen. Vooral als ik in dat voortrek, zoals ik op Star, was het op Star Nieuws, of de ware tijd is gezegd. Yogi die heeft eigenlijk van de daken afgeschreven, ook Jakri. Ik zou me niet onthouden. Ik zou tegenstemmen gewoon. Nee, is het een strategie waarom, als men het niet eens is, stemt men gewoon niet tegen? Kijk, sommige onderwerpen sluit je niet af op het moment, maar spelen zich verder voor in die toekomst. En dan moet je wel je stemgedrag goed bepalen. Omdat iets als... het ging niet eens over het gokspelen. Iets als Suriname gaat nu in het proces van... men gaat na hoe het witwassen is, hoe onze geldstromen verlopen. Hebben we problemen met witwassen, hebben we problemen met financial crime. Dan zie je dat het NRA-rapport, dus het Nationaal Risicoanalyse-rapport van Suriname. Dan moet je nagaan, moet je tegen zijn. Moet je tegen de gedachte van NRA zijn. Dus dat is die wetter. Maar dan ga je na, als je niet tegen NRA bent en je ziet dat op dit moment die wet niet werkt, dan ga je niet tegenstemmen, want je bent niet tegen NRA. Toch? Dan ga je je onthouden, want in de toekomst gaat die wet weer spelen. Dat we die wet nu veranderen, betekent niet dat die wet zo zal blijven. We hebben het met zoveel wetten gezien, het is vandaag aangenomen, maar na 2-3 jaren wordt die wet weer op de agenda gebracht en hij wordt weer gewezen. Maar dat is allemaal slecht uitboom, want ik hoor dit nu pas, want vaak kon hier uit dat veld meedag. Maar die meen ik wel ook gerger en toch stemmen ze voor. Nee, of onthouden zich. Onthouden betekent niet dat je je bent bang of je wil niet tegenstemmen. Je moet kijken naar wat zal dit onderwerp in de toekomst als rol hebben voor die maatschappij. Mm-hmm. En iets als NRA zal in de toekomst een belangrijk onderwerp zijn. En mocht na 2025 je weer in het parlement zijn als politieke partij en je hebt in het verleden tegengestemd, kan het tegen jou gebruikt worden op dat moment. Ja. Dan kunnen leden zeggen van, oh, maar je was tegen, je hebt tegengestemd. Waarom maak je je mond open? Je moet niks zeggen, want je bent tegen alles van NRA, terwijl je eigenlijk niet tegen bent. Dus dat onthoud je en in de toekomst, wanneer de mogelijkheid daartoe bestaat om het beter te wijzigen, dan doe je dat. Want geen enkele wet is in steen geschreven en dat betekent dat je het niet kan veranderen. Je kan het gewoon veranderen. Oké, maar als aan voor ga ik het hier aan. Absoluut, en daarom had ik echt gedacht, had ik echt gedacht dat, hoe het weer... de DNA-leden,
hun stem zouden laten horen en zouden zeggen van hé, mijn stem tegen vooral een wet op hazard spelen. Mm-hmm. Want een wet op hazard spelen, dat ben je een probleem. Echt een heet hangijzer. En een rol voor een gaming board. Niet eens een loterijwet. Een loterijwet, daar heb ik aan, ik ben kaluku, ik heb van, ik moest me kan wet komen rotrangen. Maar een wet op hazard spelen, draap je nou een issue. En hoe zie je dat de man no kon nga wa antwoord, jara. A regering no kon nga wa antwoord if de man char a financieel verkeer, a money verkeer voor de cambios coin beeld. Minister voor Financiën no die antwoord stress vita pafra. Dat wantaki, vanaf november, dat de man op begin kastra nan kong, internationaal FTAT no, o kastra nan kong voor takanga stranang abra de analyse rapport et NRA dat de mau bigi tak fa lukuno dat stranano dubung en sanina if de man blacklist stranang luku sapsa in Guyana om te kele kwa boom bigi voorbeeld u sabi dat de man be blacklist Guyana toch wa de man be shi dat a financieel verkeer fu Guyana no be wakaboom. En zag ze in de toekomst, dan heb je story dat je, hoe zie je dat alle de overeenkomsten voor oil en gas, toch, de man maakt een gebruik voor de story dat je, en de man maakt wel een soort beneden maatse deals die Guyana. En als ze dan naar Lukboom, naar precies dat op ze naar UNO, heeft een blacklist, hè? Dat was tak dat a geld verkeer voor UNO, dat is zuiver, dat was een probleem. En heb je story dat met dat in het parlement, maar Charman, ik voorzitter, ama kot mi puru, want ama sabi en mi sora ma ook toe, die ama beschorsa vergadering van voorzitter naar dat op Sanjistranang. Dat wat taki we biru mofoja over oil en gas, maar brief me, if de man blacklist unu, nou wat chefe deal de man fu apache nanga tuto logunu. Omdat internationaal, de man speelt de landen uit de chipotico indre to, maar omdat unu man tek besluit, a besluit na luister no, iwa verminder de gok spelen en im dwing. Een wet op hazard spelen moest bij duidelijk, je moest bij mix duidelijk dat een belasting ook een moro hebben. Want if je tegen me, toch want dat minister voor Financiën het tegen uno in het parlement, een inkomstenbelasting voor de casino's na 21 miljoen SRD op jaarbasis. Nou, ik heb alle de casino's. Zijn er mijn opering? 21 miljoen SRD, ano money? Isap efu luku in paramaribo wang. Toch? Ala de bigi pande. De bigi sasa de ma opo en een hotel moxie casino. De wan tegi mi 21 miljoen SRD. De ma dragen bij een inkomstenbelasting op jaarbasis. Toch? Nog niet eens 12 miljoen SRD aan casino belasting. Sana moni dati. Vrij ibe pota 10% BTW gide man. De amai tegen nu tijdens haar wet voor BTW, ja, die mannen betalen al zoveel meer. Ap is de amai die aan antwoord hoeveel meer ze betalen tijdens haar behandeling voor een hazard spelen. Met dat ai boy, een regering die zie en denk je dat nou aan toe smassen op nou aan toe smassen op kanalen voor staat en tijna kondre ja. Ik vond het een verschrikkelijk antwoord dat de minister ons gaf. En daarom met dat ik toe. En hoe moet je volgen de vergadering die zie. En dat de regering die moet zijn internationaal. Alle de man volgen de zand die zie. Is dat zo? En stranang, heb ook een ander probleem. Want Samiere, is dat zo? De stichtingen schreven. Hoe heb je een probleem met de inschrijving voor de stichtingen? Dus dat is je wang over hazard spelen. Schrijf de stichtingen, want de man tegen nu, om een soort uboregeling, want de man moet sappen, zomaar de bakken de stichting. Dus Sranano def gevrijwaard. De minister voor Financiën, na een regering, of tenminste een regering, want minister voor Financiën na deel. En onderdeel voor een regering. De regering is dat bepaalde sani. We moeten arke boom boom, want a blacklist voor Sranang, o tja boom bigi probleem, gide ondernemers. En daarom mi fini, a wet op hazard spelen. We moeten bij de boom strak. Luister, we willen jullie weten hoe het geld verkeerd is binnen de casino wezen. Want ano mitaki, ano regering taki, internationaal de maatschrijving, dat wetwassen en criminele financiering een onderdeel is binnen casino wiese. En de maatschappelijk memorie van toelichting in alle de drie wet. Dus te you eko tegen mi,
dat om ons des, het is niet alleen een probleem, het is geen probleem voor Suriname, het is een probleem voor de andere landen in de wereld. Wat ga je net zei? Wat ga je net zei? Dat betekent Suriname is op planeet Neptunus. Dus je staat achter Ramse Goulardas. Absoluut. En ik ga een big up toe. Serieus? Serieus? Weet je, ik zeg nee. Me zit dat de DNA leader. En mijn koning is jong en oud. Want mi eta kwasani, uno mus forgiti, sa masra bouter se betege Assis Gayadin. Hij was ook al jaren in de politiek. Sa masra bouter se betege Assis. A betege bouter se betege Assis. Je doet dat keukenpolitiek. Is dat bito? Dus, uno konanga jonge oud, want if you na keuken, yo tan keuken, want nooit misje Assis kontro an kaka. Weet je? Is hij nu geen kaka? Ik weet het niet hoor, ik zie geen kaka in hem. Niks, nee, aan het spoor, nog een moment aan het spoor. Maar goed. Mika gee een Ramsukul a kroon wel. Want Ramsukul heeft laten zien dat hij staat achter zijn woord. Maar heeft hij voorgestemd? Nee. Hij heeft niet voorgestemd. Wat was zijn stem gezegd? Hij heeft onthouden. Een man moet uit de zaal. En een man kon ook toe naar een boomverklaring. En daarom mijn power aan man. En wat ik vind, hij is een van de DNA-leden. Zij zie dat een man het doet hem best. Een man heeft een zware druk. Daar had je Jogi ook moeten power aan. Die heeft Jogi nou een kaka. Hij is een oude rak in het vak. Wie is maar een veteren, maar Jogi een vinding. Maar je ziet dat bepaalde zijn niet de man, ik geef de woord. En drapen om Jidema ook toe a power. Is dat toch? Maar hij heeft gezegd, ga juist uit de zaal, uit Egaars, nog voor de president. Ja, maar meneer Safu zei dat, maar doe dat. Omdat, aan mijn praxerie naar a president, ik hoorde een vergunningenboom, ja. Of weet ik veel. Maar, het belangrijk is, amano jij ondersteuning. Dat is belangrijk. En, amasor assist toe. Mie het dan hoor mijn woord. Ja, maar gokverslaving is echt een soort bom onder die gemeenschap, hè? Absoluut. En kijk... Maar geef je dan Cedric ongelijk de wat hij aangaf van... Im luku faya move toch na abtien gebroeken, zei Abi. Nu had ik go teken ga casino, je sani zelf op. Luku, en daarom mi taking. If you want los a problem up, you know, make that Asuri Bert Kantoro de om de hoek voor de sma. Want, look bijvoorbeeld in a passie per mi etang. Waar is dat? Nou, weet ik eindelijk wat je adres is. Hannaslus 1, 2, Nieuwbouw. Hannaslus weg, nee. Ik ben na... Hannaslus Boutense project? Nee. Hij is nog niet Boutense project. Ja, maar we gaan niet Boutense project. In een oos of Bouta? Nee, absoluut niet. En dan is het bij de aan de Bouta bouwde onder zijn regering. Maar nog enkel harde stong. Weet je? Hannaslus weg bijna? Ja, Hannaslus weg. Waar Marika zit. Ja, waar Marika zit, ja. Daar ben ik. Maar in de weg bij mij heb je 3 Suribet-kantoren. Dat is een smalle straat, toch? Ja, die smalle straat. Want daar zit je? Ja. Helemaal naar achterin, het midden, voorin? Achterin. Bijna in het midden, de helft. Dus het bent 2 kilometer, zijn de weg is 4. Jorijko Luko, no? Zij niet, Jorijko Luko. Niet zo'n gebied, waar mensen wonen. Maar daar bij mij in de weg zijn er 3 casino's. Okay. 3 Suribet kantoren. Maar zo de man doet, de man tak 500 meter. Met tegen je de man berekenen afstand. Want doe me go look dan misschien werkelijk dat de spatie voor de Suribet kantoren naar ietsje meer dan 500 meter. Dus de man berekenen boom. Dus die look in een passie voor mij naar Suribet kantoren negoe. A enige Suribet kantoor sa mi e twijfel na wan sa de anofara fa skoro. Want wan de wel sa anofara fa wan skoro, maar dus wan luku ef a Suribet kantoor dat otang. Dus kortom, tewe luku a wet tap hazard spiele, de man no kreer wan oplossing. En teme arki Cedric tap a pistori dati, luku, te yu wan bja wan verandering ko ina gedrag, fu a yu samenleving, im sorgu dat bepaalde sa ni no de dicht bij moro. Dide Suribet kantoro be de wan probleem en nog steeds, do best do ina oppositie, alle de fractie, VAP, NPS, ABOP fractie, toch PL fractie, u allemaal beta kwansani, de Suribet kantoro sa de reiselik paddenstoelen, na wan slecht beleid, an wan boon sa ni an tjachin tjikong. U bent tegen de ontwikkeling van Ubeshi. Ja? U bent ook schrijven dat sma en gok de alle dingen hebben en houden. We hebben gestreden dat mij vindt
te yu wortu na wan krien wortu. Ina mus tjentje en zomaar. Ano te yu dey na mag centrum. Da je kenki yu visi 180 graden. Toch? Want je kot op wan hertra idee. Na mi affinity, mi shi apistoria. Da wel mo opo mi mofo. Da wat u sab sana problem. Dus da inom tegen mi ya. Deswa mus go om nanga depchi. Safade go om nanga depchi ho broeko. Say mus do. In pure uit de buurt, want dan hebben we een probleem. Fossi zou bij Abi teki kans aan een andere tralot, maar het was niet een hype. Maar er is dus ook geen, dat is dat ding van ruimtelijke ordening, is just a talk, hè? We hebben nog steeds geen wet. En dat na een probleem. Kijk, eigenlijk aan ministerie voor Rome, maar ook aan ministerie voor OWI, op een ruimte binnen wetgeving voor zit een ruimtelijke ordening, Tori. Inaf op een wet, omdat een wetgeving op bouwvergunningen en dat soort zaken, drapen je de maïsori ook toe dat een staat moest creëren een bepaalde leef- en woonomstandigheden. Dus eigenlijk inaf op een wet voor ruimtelijke ordening, de vergunningen die door ADC, toch? En of a toestemming. Dat a staat Suriname moest go, of tenminste, away of ministerie voor je spoor, of de ministerie, de moest go looken voor asan eroko en van druis en tegen de goede zijde voor a kondre. Dus, mi effeni, dat an a wet ruimtelijke ordening na a probleem, na a beleid zijn meki, want if you taki looken me one Suri bed kantoor bijvoorbeeld, in one beerty. Dat nou echt een probleem dat hij creëert aan het beleid dat hij. Zo'n buurt, zo'n resort. Ja? Pekande, kutak 10.000 sma eta in een resort. Ja? Dan even lukken aan resort dat hij. En dan even op 10.000 inwoners, dan kutak u op voor de 10.000 inwoners u op 5.000 gezinnen. Sa etang in a resort. Want dan de gezinnen dat Abib Ching en Mek Ikon. Si dat da 10.000. 5.000 gezinnen. Dat op 5.000 gezinnen in a resort dat hij. Dat kan de ja bijna 12 of 13. Soms 20 studiebed kantoren. Na een one buurtorganisatie. Tegen me if dat boom. Werkt niet. Het werkt niet. Dus je moet zet je beleid. Want die ab. Is een bom. Is een bom. Want in elkaar heb bijna 20 suribedkantoren, tap zoveel, tap 5000 gezinnen, naar een one-buurtorganisatie. Dat is wel eens op den duur. Tuurlijk. En dan look op alle de sportvelden, Biggie Grazie, dus dit is maar nog maar sport. Ja, nou een vertier nog de, zou je het creëren. Als maar ik ga grijpen naar Assassa de dichtbijing. Want weet je nog, je zei een keer, en toen we de vergadering aan het volgen waren, toen. Je zei me een keer van, juist, vijfde tijd, ik weet dat het een formeel gesprek was. Van, if you want to talk over a Syrië met Sani, this must have been in Kosi. Ja. That's a mirror of me. What to talk of me? But they were telling me that we're pretty stingy. They were telling me, Patricia, I'm hoor, maar want we're fooi. Ja, dat voor me. Geef aan dat het ligt echt op rood staan. Absoluut, absoluut. Weet je wat mensen, sommige oudere mensen ook, oudjes, hè? Ja, want toen oude vrouw. Dat hij me patte olo, bierre, maar ik hoor hem van Abara Suribetori. Terwijl je hebt, je hebt. Met hij dan, nou, na je hebt, want je hebt. Nee, Patricia, met hij dat je hebt me. Met hij me. Dat is mijn sem mip 20 SRD Suribet. Me top up. Dat was nu de Iwan Shua Shua Misani. Nou, aan nu de skifte me tori. Dus eigenlijk kan ik zeggen, we zijn te laat. Begonnen om ons zorgen erover te maken. Absoluut. En dan hoor je weer hoe jongeren. Want ik sprak met een iemand. Met Henna Draaibaar. En zij vertelde me ook haar ervaring van een jongere die bij haar werkte. Wat ze heeft ervaren. Van a gokverslaving. Creëer wel een probleem die aan jongeren dat die. Dus aan de ene kant heb je de ouderen die denken dat voor hun dat een vertier is. Maar voor de jongeren is dat een heel groot probleem. Er zijn zelfs, ik hoorde zelfs een geval van een leerkracht. Die in zulke grote problemen is gekomen. Dat minus op. Even a dames erf kieren erf. Omdat abbe dus zodanig gok verslaafd. Dat is maar voor gok om hem money potes erf een biggie schulden. Dus een probleem. Nou, een biggie probleem. Hoe laat je schrijft, je een pompbediende. En maar te kan heropbrengst
go gokken. Toch die de man fena mama, dat kan be go gokken, amoni. Na no, dat de je go stroto, omdat ik de gok verslaafd. Dus ik vind, je moet, en ik denk niet dat deze regering het gaat oplossen. Daarom roep ik alle je leiders, want uno abwa leider baka 2025, de zetels worden verdeeld. Zo. No partij no hala meerderheid, als aan de wan samenwerking baga. Okay. Maar alle de partijen zou roken baka 25 mei 2025 samen. Mie ekarde op. A wet tap hazard spelen, a heer casino sani. Nou, een tori sa omus veranderd en omus poten lekwa verkiezings issue. En de wang leidraad in a her een tori voetbeleid. En isa voor zeide, kijk, ik ben tegen geen enkele casino houder. Isa bij voor mij, als je mij vraagt, breng ze in Paramaribo. En als ik het zou moeten voorstellen, is hier Saramaka straat. Voor mij part mag je beginnen vanaf Saramaka straat. De Casino-straat. De Casino-straat noemen tot het einde naar Torarica toe. Want waarom? Was, als je goed kijkt, verandert het beeld van Paramaribo. Mensen kiezen om steeds aan de rand van Paramaribo te gaan wonen. Straks heeft Paramaribo bijna niemand die daar woont. Dus je gaat een heel andere situatie moeten creëren in Paramaribo. Mijn part mag je Paramaribo maken tot het uitgangscentrum van Suriname. Creëer het. En dan mag je voor mij, mag je meer casino's daar opzetten wanneer je wil komen spelen. Je pakt je bus en je komt naar de stad. Mm. En dat is het, men heeft het zelfs. Je ziet dat de manier hoe die Surinamers gaan wonen, men creëert het voor je. Dus je wil een little Las Vegas hebben. Een little Las Vegas. Ja, ja. En dan wat je dan doet is, die toeristen komen, want ze praten over toerisme, toch? Want in die wetten praten ze over toerisme. Die toeristen komen. En wanneer die toeristen komen, dan mogen ze zelf kiezen in welke casino ze gaan spelen. Mm-hmm. Zorg ervoor dat jij die hele straat vanaf Saramaka door, die Saramaka straat, tot aan het einde. En dan mag je zelfs de Wilhelmina straat meenemen. Want als je goed kijkt, is de Wilhelmina straat ook aan het veranderen in een uitgaansstraat. Elk weekend is er barstende muziek daar. Mm-hmm. Iedereen is aan het fun maken. Men creëert alles ook al een beetje. Mm-hmm. Wat je moet doen is zaken institutionaliseren. Auto-vrij zijn. Absoluut. En ik zeg, haal dan al die Suribet-kantoren uit de woonweken. En breng ze naar de stad. Zodat je alvast daar het probleem begint op te lossen. En je begint Surinamers te leren. Temi wan gokken met pay mi bus. Daarmee kafoto. Maar dat betekent niet dat ze niet gaan gokken. Nee, je gaat het niet kunnen oplossen. Je gaat het ook niet kunnen weghalen. Het is al iets dat er is. Maar wat je kan doen, is ze het gevoel geven dat ik de bus moet betalen, een taxi moet betalen. Maar als het beter gaat in het land, gaan mensen niet minder willen gokken? Nee. Absoluut niet. Amerika gaat het ook goed. Maar Las Vegas is elk weekend druk. Elke week is Las Vegas druk. Dus het gaat niet om de welvaart. Het gaat erom. Je moet mensen niet het gevoel geven van het gemak bij gokken. Ze moeten het gemak hebben bij sporten. Ze moeten het gemak hebben bij buurtorganisaties. Is gokken. Moreel ethisch betekent een slecht ding? Nou, als we kijken naar Oma bel me gisteravond. Mama dat klem je. Wama sa e kayo. E sribi baka de machine. Was ek satan mi ek sakha. Yeah. Serieus. Ok. Sribi baba natala de machine. Tam mating. Oh. De fiera mana yu atradi. Hmm. Da meri jeri fa koka mu stop. Nee, niet eens. Mag dus niet eens overgokken. Maar als hij bij me is, dan. En dan denk je van me. Is het verkeerd? Als kijk, iemand gewoon is mijn geld, ik doe ermee wat ik wil. Kijk, begrijp je dus? Als je kijkt naar, eigenlijk heeft het te maken met. Weet je dat ik het nooit heb gedaan? Ik heb het nog nooit in mijn leven gedaan. Nee, maar gokken is niet iets van nu. Het is vanaf de mensheid bestaan. Maar in elke religie is het afgestraft, hè? Mm. Boeddhisme, Hindoeïsme, moslim, wherever you go. Ga je zien dat gokken niet een deel is van het leven van de mens. Dus ergens heeft het iets heel. Het heeft iets ook met het geloof te maken. Dus
Het heeft niet eens, het is veel verder dan het moreel ethische. Het heeft impact op die mens zelf. Het verandert je helemaal. Mensen zetten alles van hun als je geestelijk niet sterk bent. Als mijn partner ozo. Van wie nu wel is. Ik zie het toch bij bepaalde mensen. Ze blijven doorspelen. Laat jij eigenlijk gewoon een keer gaan kijken hoe het aan toe gaat. Het is goed, maar ik heb het ook al een keer. Ik maak het mee bij tantes van me toch. Als ze soms dat app was, maar wat is mijn 600 SRD? Met dat ik dat om je play. Kan die 1500. Met dat ik dat win 600. Die man neppie. Dat schelden ze me uit. Dat zeggen ze me, ga je blokken. Dan met hoorde, maar met dat ik dat man echt voor more money uit je zakken. Maar ze snappen dat niet toch? En dat is waarom het is boven het moreel ethische. Gokken heeft niet iets goeds in zich. Maar daarnaast kan je niemand zeggen dat ze het niet moeten doen. Daarom moet je het anders reguleren in je land. Ja, oké. We komen zo meteen, want die takwaas aan niet. En dan toen ben ik recht op mijn stoel gaan zitten als je goed hebt opgelet. Ja? Dus ik wil daarop voorborduren. Laat mm-hmm. eens luisteren. Don dacht dat een afgeprijsde leddas zeker indruk zou maken tijdens zijn sollicitatiegesprek. Dat had hij glad mis. Hungry for deals? Kom dan liever meteen naar KFC voordat je iets geks doet. Haal de Wowbox met één stuk kip of popcorn chicken, friet en drank. Dat is pas een finger-licking good deal. No take kans, no do lau sani. Jaren kon rechtstreeks naar Baigo to Basif Stranang. General Go-To. Na altijd General. Jodenbreestraat, die 65. Likabrasef Lamara. De Surinaamse Bank helpt bij het overstappen naar de vernieuwde DSB Online Banking. Tot en met vrijdag 15 september zijn de kantoren van DSB Lelydorp, Nieuwe Haven, Maretraete, Hermitage Mall en DSB Nikeri open tot 5 uur 's middags. En op zaterdag 16 september zijn deze kantoren open van 9 uur 's morgens tot 12 uur 's middags om u te assisteren bij de overstap naar DSB Online Banking. Het Customer Contact Center is in deze periode ook tot 5 uur 's middags bereikbaar en op zaterdag 16 september van 9 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. Voor meer informatie ga naar www.dsb.sr en check onze socials. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren. Dankjewel, dan gaan we verder met Patricia Etnel in de studio. Die zei daarnet, corrigeer me hoor. Je zei van, het wordt weer een samenwerking. Absoluut. Absoluut. Als alles zo stationair blijft, gaat het een beetje dromen. Nee, het gaat niet stationair. Er zetels gaan verschuiven. Ja, maar laten we zeggen als. Nee, ik wil niet in als, want nee, het gaat niet stationair blijven. Gaat niet stationair blijven? Absoluut niet. Er gaat heel veel verschuiving komen in zetels. Je denkt natuurlijk eerst aan jouw partij. Sowieso, maar je neemt de andere ook. En ik denk sowieso dat er... Geef me jouw prognose, gewoon out of the blue sky op een maandagmiddag, 2 jaar voor de verkiezingen. Ik hoop dat ik ook stem dan maar aan maandag. Mm-hmm. Wat is je prognose? Voor zetels? Aha. VIP. VIP gaat terug naar zijn 11 zetels. VIP 11 zetels, dus een potentiële regeringspartner, toch? Tuurlijk. VIP 11 zetels. NDP? NDP kan... Het hangt vanaf wie ze zetten. Weet je, ze hebben nu 16. Ze gaan niet terugvallen in hun 16. Dus ze kunnen... Misschien met max nog 2 zetels groeien kan. Maar ik ben niet... ik geef ze misschien 18 zetels. NDP 18. Mm-hmm. ABOP. ABOP twijfel ik. Ze halen die 9 niet meer. Misschien komen dus ze op 5. ABOP PL. Ik weet niet eens of PL nog met ABOP samen gaat. We moeten even goed kijken hoe het spel gespeeld zou worden. En PS is bezig, vrienden, als ze maar bakken. Maar zie je Sommo zich loswegen van ABOP? Nou, als wie Sommo kent, Sommo heeft nergens een houvast. En dat weet hij. No.
En dan ik al ga mijn kinkjes kleur snel. Dus ABBA 5. Ja, sommo kan springen, dat zeg je. Ja, sommo, want sommo zoekt naar zijn kracht. Ja, de nieuwe jongens. A20, DA91, dat is wel niet nieuw, maar ze worden boos als je zegt de kleine partijen. Ja. Laten we zeggen de partij die nooit echt, toch? Palu, DA91, A20, Doe, hoe zie je dat? Dus ik denk dat ik geef ze drie, er zullen drie zetels vrijkomen voor hun. Wie het zal halen, weet ik niet. Maar ik verwacht niet dat één van ze alle drie zal halen. Ik denk dat het een mix zal worden. Als ze samenwerken, hebben ze kans. Mm-hmm. Maar als ze apart gaan, ben ik bang dat die drie zetels die vrijkomen, geen van ze gaan halen. Dan gaan ze naar andere politieke partijen gaan. Ja. Toch? Landelijke evenredigheid, NPS. Als je mij vraagt, kan de NPS van die drie die ze hebben groeien naar 9 zetels. Ik denk niet dat we abnormaal groot zullen groeien. De mensen moeten de harten weer winnen. Dus als we naar 9 groeien, is het alvast een eerste stap richting. Maar als ik zo ernaar kijk, dan wordt het niet makkelijk om een regering te vormen. Als wat denk ik na, hoor. Met de VIP 11, NDP 18... ABOP 5, NPS 9. Ver voor een regering. Daarom zeg ik, na 2025 gaat het spannend worden. Mm-hmm. Heel erg spannend. En men gaat niet meer traditiegetrouw gaan stemmen in het parlement voor president en vicepresident. Ik denk het niet. Wat bedoel je? Men gaat met goede kandidaten moeten komen. Want de verkiezing van de president en vicepresident gaat eerst in het parlement plaatsvinden. Maar als de leden, of tenminste wanneer ik kijk naar het spectrum, gaat men willen weten wie de kandidaten zijn om te gaan stemmen. En ik denk dat de kandidaten voor president en vicepresident zeer gedragen zullen moeten zijn. Ja, maar moeten we niet eerst af van dat wat we aan onszelf hebben opgelegd, ook in partijen, dat de voorzitter automatisch de presidentskandidaat moet zijn. Jij bent NPS, laten we niet voor andere partijen praten. Ja, als dus we naar de NPS kijken, zijn er wel andere mensen die los van Rusland ook president zouden kunnen zijn in dit land? Sowieso. En de NPS heeft nooit geclaimd vanuit het voorzitterschap, hoor. Tenminste twee namen. Van? Binnen NPS die je ziet als een goede presidentskandidaat. Sowieso. Als je mij vraagt. De heer Rusland, omdat ik de heer Rusland ken. Vele mensen zullen het misschien niet eens zijn met mij. Maar ik vind wel dat hij een goede kandidaat is. En als ik verder kijk in de NPS en ik zou nog een presidentskandidaat. En ja, men praat over de vrouwen. En ja, je kijkt. En ik zou mezelf ook niet willen plaatsen, hoor. Want ik vind mezelf nog veel te jong voor dat gebeuren. Ruud Wedenbos. Ja. Kijk, mevrouw Weidenbos gaat ook al richting 80, zo moeten we dat vragen, als het überhaupt 80? Wil. Ja. En die tijd is al, ze is dan nog in de 70, maar ze is dan niet meer ver van de leeftijd van 80 jaar. Dus we moeten mevrouw Weidenbos, als je mij vraagt, meer een adviserende rol geven binnen de regering. Ja. Weet je, die vrouw heeft, ze heeft heel hard gewerkt, ze heeft heel veel gedaan. En wil je goed gebruik maken van haar kennis, ga je er anders moeten positioneren. Enkel en alleen ook dat ze moet genieten, weet je. Want ik bedoel, na zoveel hard werken, wil je ook een beetje genieten van je oude dagen. Maar je hebt me nog geen andere naam gegeven daar, Rusland. Ik zou niet sowieso op een vrouw kunnen vallen op dit moment. Maar het hoeft geen vrouw te zijn. Oké. Okay. Mannen. Mm-hmm. Binnen de NPS. Ik zie. Ja, Quintius, Damien, als een potentiële. Een onbekende man. Ja, we kennen hem heel slecht, maar hij heeft heel veel power in het denken. En, jonge man, oude man? Jong. Quintius is nog niet eens 50 plus. Maar in mijn perspectief, als ik naar hem kijk, heeft hij wel de potentie. Maar je weet dat hij in een afasfeer, een kondre draai en een traditie. Ik heb een big kill akondre, een big kill. En een big kill aan boven 58 kwal op toe. Ja, dat kan. Dat kan. Maar daarom zullen we na 2025
moeten praten over de presidentskandidaten. Mm. En het zal een goed gesprek moeten zijn. We gaan heel goed over moeten praten. En de persoon, omdat weet je waarom? Die president gaat ons moeten brengen naar goede deals binnen die oil en gas sector. De mogelijkheden voor meer differentiatie in de productie gaan gecreëerd moeten worden. De kracht van die SRD gaat de key van discussion zijn. Waar gaan we met onze SRD? En verder, die samenleving is al helemaal uit die rek. Dus die president gaat een no-nonsense beleid moeten voeren. Niemand gaat niet kunnen pikken dat mensen gaan komen met hun chantage dingen en gaan komen zeggen dat even op mijn pa, mijn mami, braa, mijn sa. Maar dat bewijst deze president nu. Is hij wakker volgens jou? Nee. Grondroof moet stoppen. Liep dat je mee de politieke consequenties, zegt hij. Akosari nou. Weet je, is Chan wakker? Dus weet je wat? Dus ben je onder de indruk? Absoluut niet. Omdat hij me het gevoel geeft dat hij een mix is van Batman, Superman en Spider-Man. Maar zonder vleugels, tanden en het gevoel van superkrachten. Toch? Hij is gewoon een pre-pre. Omdat, is dat zo, Swami? Vanaf het begin, 2020, is dat de spel voor de man. Is dat wat hij mij doet. Je weet het. Maar je hebt niet kordaat opgetreden. Dan nu die je, wanneer dat niet is, je ziet verkiezingen door, dat wil je plotseling veranderen. Nee, is never too late, zeggen ze. Het gaat niet om never too late. Een land besturen betekent dat je vanaf dag 1 moet weten dat elk besluit die je neemt, heeft een impact op die toekomst. Elk besluit die je neemt, heeft verstrekkende gevolgen voor die samenleving. En dat is voor mij belangrijk. Je gaat niet nu, in 2023, plotseling veranderen. Nee, het heeft geen impact op me. Aman is ik niet toch. Want dan dus denk je bij jezelf, waarom? Waarom? Nee, je moest... Vrouwentak, je aman is ik niet. Nee. Vanaf 2020, je moest besorgen van jou. Want de samenleving tegen toe dat Assange het doen op boom. Mm. En dan nog in een luku, in een jere, in een verstand. Dan nu, die is dat alweer een begin van ja. De wan denk je weer naar sympathie van samenleving. Maar ik las een comment van iemand die zei van, hi boys en raman. Het is ook nooit goed hè. Eerst werd dat allemaal slap. No ama wiki, is ook niet goed. En ik ga om niet goed, het gaat erom. Het, je weet vanaf, je bent niet met een andere partij in het systeem. Na zijn partij idee vanaf het begin, dan nu je wiki. Wel, ik zeg ook, en kijk. Laat los, je bent in bakken natuurlijk. Ja, luistert soms toch. Maar, waarom kan de president bepaalde dingen niet doen? De president zegt toch, hij is, kijk, me vind ik, als je gewoon troef, GCDC, moest je per direct de nota bedanken. Die nota? Ja toch? Per direct toch? Want even je grondroof... Dat nog, denk ik. Nee, if you nou een echte kaka in een play, direct je druk je stempel. Weg hoe zo? Huh? Want je hebt momo wees toch? Maar dan je bar dat in een sekkie. Dat lijkt je wel op een kaka zonder tanden. Oh ja, een kaka na TV. In een spoor. Mifeni. Waarom doe je dat niet? Waarom kan hij het niet doen? Laat hij het doen, no? Dan gaat hij andere dingen zien. Dus je denkt dat Brunswijk nog een dikke vinger in de pap... Ik zeg, die man is vicepresident. Uh-huh. Gekozen in het parlement. In oma, chauffe amangwe. En oma in Libië. En je moet goed kijken toch. Oma in Libië met je doet desani. Dat Tamara te inoma seki, inoma doe niks. Je moet terugkomen op je woord. Nou, wat gaat men zeggen? Karu wirfaya, i barbari, dat inoma doe niks. Wanneer je moet handelen, dan gaan die mannen kijken. Hoe ga je handelen? Wat ga je doen? Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, van Chan kan Abok niet uit de coalitie zetten. Never. Hij gaat het niet kunnen. Ik heb het wel voorspeld hoor. Nee hoor. Nee. Wanneer gaat hij het doen? Hij heeft het gezegd in een gesprek met de vakbeweging en het bedrijfsleven.
Wishful thinking. Hij kan niet. Als hij dat had willen doen, dan had hij nooit... Na de begrotingsbehandeling worden. Nee. Hij had nooit meneer, hoe hij weer? B. Of hij had nooit het voorzitterschap van DNA aan ABOP moeten geven. En nooit vicepresidentschap aan ABOP. Als hij dat, als hij een balans had gebracht in die twee functies, dan kon hij bepaalde dingen doen. Maar je geeft het voorzitterschap aan ABOP van het parlement en vicepresident aan ABOP. Hmm. En jij hebt alleen president en ondervoorzitterschap van DNA. Ah, nee, besta. Of je moet één van die twee, of je moet B of Brunswijk uitschakelen. Dan pas zou je wat kunnen doen. En men zegt, die begroting moet worden goedgekeurd van 2024. Vergeet niet dat dat niet het laatste is. Want de president, toch ook al zou hij de begroting in december aannemen van 2024. Hij moet in september 2024 conform de grondwet de jaarreden komen geven. En de begroting van 2025 presenteren. 29 september. Ja, toch 29 september 2024. Ja. Moet hij ook weer de jaarreden komen doen. En hij moet dan ook nog de begroting van 2025 presenteren. Dus Brunswijk is nog lang niet uitgespeeld. Hij is pas uitgespeeld op 25 mei 2025. Dan pas is hij uitgespeeld. En mensen moeten zich niets wanen. Niets. Dat enige, waarom heeft Bouterse PL kunnen uit die coalitie kunnen schoppen? PL had geen noemenswaardige rol. Toen. Daarom heeft hij het kunnen doen. Het was een makkelijk ding voor hem. Om de PL uit de coalitie toen te schoppen. Dat kan hij niet met ABOP doen. Absoluut niet. Absoluut niet. En ik hoop niet dat mensen de president dat soort dingen zeggen hoor. Want hij moet het bestuurlijk is het niet mogelijk. Want zowel de president, de vicepresident, als de voorzitter en ondervoorzitter van DNA zijn gekozen. Nou, dat, door het parlement. Dan zit je daar als sprongstuk en ik ga lekker door. Tuurlijk toch. Dus wat doet die man nu? Ik ga je zeggen wat er gaat gebeuren. Mi etaigu zou gebeuren nu. Dat kan niet. En mi hoop chan en moji chan nu de wan. Mi naf ga koni. Life bagan nato. En mi naf ga spel. Maar mi osore sa mij do. Pati der bo. Brunswijk. Koni. Brunswijk prakseri. Ino wan jim no arol. Inaf de mes don hoon tapas turu mine do next. Ala sasa ego fout vanaf nu. Tot aan 2025. Suma uchara ne. If you ne gim funksi. Sean. Oké okay, dan. If you want put me. I want take ala sani. Mi es do hoon for the franya. Suma uchara abrokoniki. Sean. Oké. Okay. En wat gaat hij doen? Vanaf volgend jaar beginnen de verkiezingscampagne. Wat denk je dat Brunswijk gaat doen? Brunswijk gaat dat als troef gebruiken in het veld. Gaat het werken? Hé. Hey, we hebben al voorlijk dat alles. Dan ben je prima, zo snel. Dan moet ik je, oh, dat kan wel doen aan Brunswijk. Maar ik schakel hem maar uit. En hij wint bepaalde mensen. Dus we moeten niet denken dat sommige dingen niet gebruikt kunnen worden naar die leider toe. Chan. Moet niet denken van Emo, Play, Batman, Superman, Spider-Man in Wang. Dan moet je naar Atifu afvallen. Tede probleem op Biggie Kong. Dat gaat met men. Met al die verhogingen. Tuurlijk. En alle dingen die er nog kunnen komen. Want in ons gaan vastpellen op Play. In ons gaan vade bom kapot in de tjoetja. Dan ga je zien hoe die poppen zullen dansen in het veld. En dan kan alles backfire. Want dat kan dat je wat ook knappe verdedigen. Want dan gaat Brunswijk makkelijk zeggen. In de bewaar game rol toch. Dat je go taki. En we hebben het al gezien in bepaalde settings. Dat hij dat deed. Brunswijk kwam niet wat hij zegt. Ano miteka besluit. En dan zie je dat de president zoveel moet komen verdedigen. Dus we moeten niet denken dat ding zo 1, 2, 3 is. Alles wat je in het politiek spel doet, als je niet vanaf het begin duidelijk bent
en plotseling duidelijk wil worden, je creëert valkuilen gyuserevi. En daarom moet niemand zeggen, het is nooit goed. Maar eigenlijk nog een wiki aan het werken. Tuurlijk mijn wiki. Arka radio, maar ik dacht, maar we zijn dan mijn arke, we zijn maar nog op, maar we zijn maar mijn arke. Pak je wiki. We zijn maar nog op, me sora ma tu dat mine. Ja, wat die fijn, no? Ja, even mijn briefje karama, even armine in ama beard, ama jack de tek fire. Hoe komt dat zo? Sorry. Ama no lof van dit toch, ama denk dat mi de tiga man, of mino lof van mij het meka beleid. Nee, ik ga eerlijk zeggen, ik ben niet zelfs niet tegen Boutersen, want ik heb niets met meneer Boutersen, ik heb niets met meneer Santoki. Ik kijk puur naar je beleid. Ik vind een rola kondre boom, maar sorry, tapap historie. Maar niet. Denk je dat met deze analyse van jou, want nu breng je me op een volgende vraag. Denk je dat met deze analyse van jou, het toch mogelijk is dat Brunswijk president wordt van Suriname? Dus kijk, Brunswijk ken ik goed, maar God behoede ons daarvoor. Ja, God moet ons daarvoor behoeden. Ik heb niets tegen meneer Brunswijk hoor, maar voor ons en voor onze toekomst. En ik denk dat Brunswijk zichzelf ook goed in de spiegel moet aankijken. Dat is een kroon als hij. Kijk, dat hij zijn kroon heeft gehad. Het is hem gegund voor zichzelf hoor. Maar president zijn is een heel ander chapter. En is een heel andere pakkie aan. En ik zeg niet dat ik Brunswijk daarin onderschat. Maar als ik ook kijk naar, en ik kijk naar de besluiten, ik kijk naar het systeem. Dan denk ik niet dat we Brunswijk daarvoor moeten zetten. Nee, we hebben mensen nodig met meer capaciteit in denken en doen. En ik zou Brunswijk niet voor die grote hyena zijn haaien gooien. Internationaal gaan ze die man levend opeten. Maar denk je dat Chan politiek nog de mogelijkheid heeft om te gaan voor een second term? Never. Never? Nee. Een tweede termijn? Ah. Afas van een koron maar voor welkom aan mij afgelopen weekend. Wie denkt dat? Chan? Luister. Ga je wat zeggen? Strana man, in abdefu de sanati. If you want me, if korkori, na strana man im afweren. De mij kon de mij lafu alles aan de tekfi. Maar na die vaststemming, vergeti de die dat die de tubrochief bosje opo. Af, if is jouw broekje van broekje direct. Bosje tak luka people, la mij draai luku inom, hey, in is jouw broekje socialisme. Adiva verkiezing. Even shit DNP. 96 of na Odi soort 90. Of na Odi weet ik veel. 2000. DNP 2000. Even shit de fraga. Je ziet de pet. Alla de sani parasol. Ik ga naar de stembureau. Je denkt boy. Geel blauw. Je denkt hey, ama winnaar verkiezing. Grandioos. Apiste a talent draai. Ama mi brisref kies koudu korsu. Dus ik denk dat meneer Santoki ook beseft dat dat niet een garantie is om die verkiezing te winnen. Ik denk dat hij ook weet. Hij komt niet voor een tweede keer. Nee. Hij gaat ook niet die backing krijgen. Van omdat VAP, no? Het enige wat hem die backing zou geven als hij die 20 zetels maakt naar 30 zetels. En dat is onmogelijk. Ik zie dat niet zitten. Want nou, in die 20 zetels. Die man van Total, die komt deze week naar Suriname met goed nieuws voor de president. Kijk, het enige goed nieuws dat ze gaan kunnen brengen. Want kijk, dat is het. Laat me die samenleving het ook aangeven. Kijk, die man hebben een heleboel boringen gedaan. Die man hebben een heleboel dingen gedaan. Dat zou ook gebeuren met any andere regering. Toch? Ze moeten komen aangeven van luister. Het ziet er goed uit voor Suriname. We gaan beginnen. Toch? Suriname is potentieel voor olieboringen. Ik ga niet op een batterij whisky naar champagne.
regering Boudes hebben opa batra whisky en champagne toe. Oli, die hebben opa en die hebben soetu. Die hebben feest naar Ozeer. Maar dat nou, taki, dat naar na begin. En dat moet die samenleving ook weten. Wins de man voor Apache naar een total kong, a wiki ja. Apache naar een total takik ba. Na 2025 wordt het een feit. En waarom? De man nou abribi in a leiderschap fusra na nono de. En nou als man nou moest kong, taki, dat u vergeet is Apache naar een total betak vorig jaar. Want die mannen zouden veel eerder komen. Maar die man dat nee, alles gebeurt na 2025. Die mannen willen zien wat er gaat gebeuren. En laat het ook duidelijk zijn dat if de man kotak this wiki, nou attack dat Tamara Ammonio de, pas na 2025. Want de man moest doen om een voorwerk. En belangrijk is, om sabi van een overeenkomst tussen Apache Total en Astrana Omeki. Sordil. Want die mannen zijn nog niet uitgesproken over Maar daarbij moet het volk wel een belangrijke stem hebben hoor. Absoluut. En daarom... Bijna wil ik zeggen, het is niet iets voor de regering gewoon. Nee. En ik vind... U moest leren uit a bauxiet sector. U moest leren uit a goud sector. En als je mij vraagt... A overeenkomst tussen Apache en Total... Moest gaan in een referendum. Astrana volk... Moest go stem en taki dat de loop a overeenkomst dis gisranang en wane so. En a parlement moest steven afgot op een referendum baka 2025. Dat a parlement moest zitko. Zodat a de wan gedragen pistori en a local content wetgeving moest zit ik ba. Want if a local content wetgeving no zit boom boom fasi en a beleid, koot a beleid... Da wins de ma kong, if uno ma profiter l'extra na man uit den deals, dan a zomaar de ma kong. Iemand zegt a deal met kolang akba? Nee, het is niet waar. Er zijn afspraken gemaakt. Tuurlijk worden er afspraken gemaakt, maar dat betekent nog niet dat ze gesield zijn. Omdat alles naar het parlement moet komen. Het parlement moet alles weten. Toch? Het gaat dan, wat ze doen, ze maken afspraken over de boringen. Het voorwerk moet gedaan worden en daar komt het parlement niet in. Het parlement komt pas in wanneer we weten, dit is het. Toch hetzelfde zagen we ook bij de Brokkoponde overeenkomst. De regering heeft zijn werk gedaan. En wanneer we weten, dit wordt het, dit is het framework. Oké, parlement, we moeten goedkeuren. En dat weten we ook. Geen enkele nationale, nog internationale samenwerkingsovereenkomst dat voor het land is, mag het parlement niet weten. Het parlement moet haar toestemming en haar zegen voor geven. Dus we kunnen nog niet praten over een overeenkomst. We kunnen daarover nog niet praten. En weet je, mensen helpen zoveel dingen de wereld in. Maar ik vind dat we bepaalde dingen wel juist moeten zeggen. Nou, overeenkomst nog een keer. Oké. zeer belangrijk wat je zegt. Oil and gas, that's the future, hopelijk. Maar Patty heeft eigenlijk de die doorbraak van Patricia Etne. Wat is je tweede naam? Nancy. Oh, dan ben je Karin Nancy. We hebben een grote Nancy gehad eens, Nancy Reagan. Ja? Ja, de vrouw van Ronald Reagan. Ah. 1980 tot 1988. Ja. President van de States. Okay. Maar Nancy... ik zou een vraag stellen. Nancy heeft eigenlijk haar... De doorbraak van Nancy is eigenlijk onder Finney begonnen, toch? Ja. Finney heeft in de ruimte. Finney heeft eigenlijk leven in jouw carrière geblazen van... Ik doe mijn deal en je mag verder, toch? Nou, laat me alvast beginnen. Ik denk dat als het gaat om die politieke lessen van de klappen... In de politiek heb ik het onder meneer Venetiaan mogen leren. Heb je nog contact met hem? Ja, af en toe. Ja, die man is wat ouder geworden. Dus ik zie dat je elke keer weer... Ja, toch? Je laat hem ook van zijn oude dagen genieten. Maar op het moment dat ik meneer Venetiaan zie... Of ik heb wel contact met Melissa...
omdat ik ook moet aangeven met Melissa Venetiaan heb ik een betere band. Mm. Omdat ik haar heb leren kennen toen ik 15 was. Weet je, ze heeft me geholpen in Masurio. Is dat tweede dochter dan? Ja, 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 ja. Mm. Ja, ze eerste. Want Shanti is de oudste of Melissa, ik weet het niet. Maar het is gewoon Eva zijn dochter. Ja, ja. En Melissa heb ik leren kennen toen ik 15 was. En zo is het eigenlijk gekomen. En tijdens Venetiaan heb ik de ruimte gekregen om te praten, te speechen, mijn politieke lessen te leren, de klappen te krijgen binnen politiek. Ook te weten van, hey, it's not glamour. Ik kan me nog herinneren, mijn eerste les die ik van heb geleerd is... Wees in kost deze. Nou, nooit die. Nee. Niet van meneer Venetiaan, nooit. Nee, meneer Venetiaan leert je die dingen niet hoor. Om te gaan schelden of zo van hem, moet je niet zeggen. Maar ik kan me nog herinneren, ik was op Busa en iemand kwam naar me toe. Ik zal de naam niet noemen van die persoon. En de persoon zei, Patricia, wil je bepaalde dingen niet voor me doen? En zo, dan gaan we je betalen via Busa. Dus ik zo enthousiast, dan ga ik Vinnen vertellen. En daar hier Vinnen, heel boos was hij op mij, maar ook op die persoon. De persoon gebeld en ook gezegd dat het niet iemand kan. Van de partij? Ja. En toen heeft Vinnen met me gesproken. Vinnen zegt, je hebt je naam. En met je naam ga je in de politiek. En met je naam ga je uit de politiek. Hou het altijd hoog, puur en zuiver. Niemand mag een vinger naar je toe wezen dat je voeru itikke injang. Maar heeft Vinnen, we zeggen Vinnen niet disrespectvol hoor. Ja. Maar heeft Vinnen zich gehouden aan zijn eigen woorden? Want wanneer hij weet dat het volk zoveel klaagt over het huidige leiderschap. En het volk zoveel klaagt over de manier van André Go. Dat hij op dat moment ervoor kiest om te zeggen van, laat Chan niet in de steek. Dus kijk. Heb je ooit met hem daarover gesproken? Van, erevoorzitter, waarom heb je dat gezegd? En was het wel nodig? Kijk, wanneer je de politieke constellatie begrijpt van iets, dan ga je ook begrijpen waarom bepaalde mensen bepaalde dingen zeggen. Wanneer Venetiaan komt, heel aan het begin van het politiek gebeuren, Frontchan, en zegt, toch, ja, het is nu de tijd dat Chan president wordt. Dat zegt hij al voordat de verkiezingen zijn gehouden in 2020. En al voordat we wisten dat Chan president zou worden, zegt hij dat. En hij geeft dan die grani niet aan meneer Ruslan, maar hij geeft die grani aan Chan. Dan moet je weten, en net als wat Aaron zei voor de onafhankelijkheid. Mijn eenmaal gegeven woord zal ik voortdurend in stand houden. En dat is iets van die oude toch, politiek. Temiki yumi wortu. Dan wins me shi dat je chara her systeem goe na drek. Mi wortu motanji. Dus die man denkt, ik heb Chan eenmaal gezegd, hij moet presidentschap, dus mi moest je geama. Die man gaat voorbij aan wat het de partij kan kosten. En we hebben dat ook gezien toen we in front zaten. Wat die andere politieke partijen allemaal deden in de frontcombinatie. Was niet mooi. Maar na woord, dat je gaat, dat je draagt aan het systeem mee. In een kofaya. Ik kan me nog herinneren, als jong lid binnen de NPS, die me befaya en altijd me desoer. De man be sabi, meneer Venetiaan en ik hebben heel veel ruzie gehad. Ruzie in die zin van, me bezorgen me altijd, bepaalde dingen accepteerde ik niet. Maar dan gaat het om de kracht van samenwerken, de kracht van partnerschap. Maar het was altijd al zo dat het voor NPS een gewicht was. Maar het was geen gewicht voor anderen die in de partij die samenwerkten. En we hebben het gezien. Ja, wie? Tuurlijk niet toch? Want if de man ben leri voor de Oruman, dat de man ben si a kracht voor samenwerking. En dat man wordt een hertrafassie die informatie bij Mickey in 2020. Maar hoe roma de dag Sarjo Rajit Singh Ajoja? No. De man is arki, de man denkt, na mi etak no, yuka taki ma medusa miwani. En dat is ook duidelijk. Dus ik zeg, we hebben het gezien
En laat me er dit ook van zeggen. Mijn carrière om te komen in het parlement is wel onder voorzitterschap van meneer Rusland begonnen. Ja. Ja? Want hij heeft gezegd toen, 1 voor Rusland, 2 voor Etnel op de lijst. En zo heb ik de kans gekregen om in het parlement te komen. Dus ik geef dan die uiterlijke grani wel onder het voorzitterschap van meneer Rusland. Want dat is wel belangrijk. Maar wat Finet toen zei, laat Chan niet in de steek. Dat was een geen paar, goede uitspraak. Een paar maanden daarna zegt Patty, laat Chan wel in de steek. Niet een paar maanden, een dag daarna. Ik was de volgende dag als ik al op Facebook met mijn bericht. Page. We moeten afronden. Ja. Er zijn toch een paar dingen die spelen. Wat is je mening over, over de woningbouwprojecten die zijn afgekondigd? Wat is je mening over dat wat ik eerder had behandeld? Voorzien door Asafu, aan jeugdraad. Begrijp je? Jongeren die dus reeds op deze... tijdens het maken van hun eerste stapjes de verkeerde kant opgaan door dingen te nemen. Oké, de minister heeft het weliswaar ontkend en zo. Maar wat is je reactie op dit alles? Kijk, laten we beginnen met het hele ding van de jeugdraad en parlement, jeugdparlement. Ik heb altijd... Want voor mij ben je nog steeds een jonge politicus, hè? Ja. Politica. Wel, ja, jong. Ik weet niet of misschien dat wel mijn oren, maar goed. Bepaalde fases ben ik wel al gepasseerd, hoor. Maar laten we beginnen met dat van de jeugdraad. En dat ding heb ik vaker aangekaart. Toen ik in het parlement kwam in 2015, heb ik bepaalde dingen toen gehoord. En we wisten dat bij de verkiezingen van de jeugdparlementsleden er veel geld gepaard ging en veel dingen gingen fout. We weten zelfs dat op een gegeven ogenblik bij het komen tot de jeugdambassadeurs, dat er heel veel is gestuurd toen. Want de minister toen, ik kan niet op de naam komen, hun staanse jonge dame, nadat Faisal Abdul Ghaffour wegging, die kon dat ding niet maar van de grond krijgen. Omdat Koniki toen als voorzitter op bepaalde zaken heeft gewezen dat het niet zuiver ging. Goed, we kregen de verkiezingen in 2020. En daarom vind ik het erg toch. Want deze leiders, VHP, NPS, NDP, ABOP dan, PL, wij waren tegen. En daarom zal de NPS altijd haar stem hier laten horen en zeggen van dit accepteren we niet. Want we hadden het toen gezegd van luister, het kan niet zo zijn dat jongeren niet worden gestimuleerd om zuiver te zijn. En dan zie je dat die jongeman Wiebers nu, en ik vind hem, heeft durf, heeft getoond. En heeft het ook heel netjes geschreven, hè. Heel netjes en duidelijk, dus voor iedereen was het te volgen. Niemand kon zeggen, ik begrijp niet wat die jongen daar heeft geschreven. Het was voor iedereen te begrijpen. En het is niet goed. En de minister moet niet komen van hij ontkent. Nee, meneer Makendro moet dat niet doen. Want dat hebben alle voorgaande ministers ook gedaan. Ik ontken, het is niet waar. Wat die jonge heer daar heeft neergepend, je ziet dat iets niet klopt. En dat vind ik, waarom maak je niet er een zuivere verkiezing van? Waarom moeten we zaken zo laten gaan? Ik vind, als we weten dat iemand gedragen wordt, waarom hoef je te twijfelen of hij geen voorzitter of ondervoorzitter zal worden? Laat die verkiezing zuiver verlopen. Elke keer hoor je, mensen worden omgekocht, mensen worden dit. Het is niet goed voor dit land. En daarom hebben we toen gezegd, na 2020, want toen zat ik nog in de vaste commissie van AWJ, stop dat heel ding van verkiezingen. Laat het gewoon gaan via de jeugdorganisaties. Laat zij kandidaten voordragen en dan wordt zo de jeugdraad gevormd. Nee, men heeft daar niet voor gekozen. En wat krijg je? Weer dezelfde problemen. En ik vind het jammer dat zaken gewoon doorgaan en het wordt niet zuiver. Wanneer gaan we gaan richting zuiverheid en duidelijkheid? En ik zeg, die jonge Wiebers, ik vind je een toffe guy. Thumbs up van hieruit. Zo moeten we zijn. Dingen die niet zuiver zijn, moeten we aankaarten. Aankaarten en laten zien dat we het niet accepteren. Die verandering komt wel in tijd. Hoe zie je het eindigen?
Nou, kijk, het ding is al geweest. Je gaat het niet kunnen terugdraaien, absoluut niet. Ook al maak je het zoveel tamtam, als aan dikkeba, de minister gaat er even draai omdraaien en helemaal draai eraan geven. Toch, als deze minister zelfs niet in staat is geweest om meer geld af te dwingen voor het jeugdbeleid voor Suriname, voor het hele land, kan ik ook niet veel meer van hem verwachten. Toch? Dan kan ik ook niet verwachten dat hij een rok gaat verschuiven om verbetering en verandering te brengen. Want en we maar verschuiven een rok niet eens tijdens de begrotingsbehandeling. En we maar pota a bigi stone drape van een na dismiwani. Lekker tak, ja, we gaan het redden. Maar er wordt wel gekozen voor bijna een half miljard aan lonen en salarissen voor beide kabinetten. Dus weet je, mi grandma botak mi ede. En toch binnen de hele ploeg aan ministers is hij toch wel een van de weinigen met wat, hoe zeg je dat, je zal het niet met me eens zijn, no? Wat heeft hij? Ik vind hem maar een stille man. Er is niet te veel reus rondom hem. Ja, maar vergeleken met andere ministers, met wie je zelf ook overhoop ligt. Ja, maar hij is stil. Hij is stil. Meneer Makendro is zo stil. Hij praat zo weinig. Dus als je stil bent, wat komt uit je? Niks. Weet je, hij is echt een stil mens. Maar ik vind wel dat je hij... Van die kakas nou, je wil kakas als Gayadin hebben. En, ik heb niet, ik heb je al gezegd. Sorry. Zomaar zet je woorden in mijn mond. Nee. Nou, maar niet zeggen dat ik kakas wil als nee. Bij mij gaat het erom. Tijdens de begrotingsbehandeling vond ik wel dat hij meer had moeten afdwingen voor jeugdbeleid. En ik heb de minister erop gewezen. Ik heb hem ook aangegeven van dit is geen geld. Maar hij vond het maar goed zo. En dat vond ik al jammer. Waardoor je ook heel weinig activiteiten hebt gezien vanuit OD Jeugdcentrum. Oké, volg je dat van de woningbouwprojecten? Dus ik zie het, maar ik denk ook van oké, binnen een jaar mijn vrede voor de osso. Waarom? Als je een huis bouwt, moet je best wel stevig zijn, toch? Zo snel. Mm-hmm. En kijk, ik ben niet ertegen hoor, mensen hebben woningen nodig. Maar laten we het probleem achterin van Ringweg ook oplossen, toch? Die huizen op Noord. We hebben gezien hoeveel huizen daar zijn. Die dingen zijn onder wiet, groot bos, dat ding kan nog niet van de grond komen. Kom en laat zien, toch? Wat je kan doen. Dus ik zeg elk woningbouwprogramma dat je wil neerzetten ten behoeve van die samenleving, zal ik nooit nee zeggen. We hebben ook gezien bij Altona Village. Toch was er ook een samenwerking met een bedrijf toen. Die mensen hebben vandaag aan de dag heel veel problemen. Het is niet opgelost. Dus laten we ook kijken wanneer we PPP's aangaan. Wat we doen. Want die dingen moeten niet op den duur grotere problemen brengen voor die mensen die huizen hebben. Want dan komt er plotseling een hele andere regeling en niemand weet wat. Want het is niet van mijn regering, dus ik bemoei niet ermee. Ja. Dus dat zijn dingen die je mee moet geven. Maar ik zal nooit zeggen van ik ben tegen woningbouwprogramma's. Het is wel veel te laat, want vanaf het begin praten we erover. Ik had dit verwacht eind 2022. Maar goed, misschien eind 2023 moet het komen. Maar per slot van rekening had dit veel eerder gedaan moeten worden. Er waren modellen zat, opties zat om het te kunnen doen. Maar goed, de regering kiest voor zijn of haar model. Maar we moeten geen Altona Village Story meer krijgen, want dat is echt een probleem. Het was weer een waar genoegen om tot deze mondige, voor niets terugdeinzende vrouw te praten. Patricia Nancy Etnel in deze Bakanatori. Succes met de NPS, succes met... jullie zijn niet op reces, no? Nee, half reces. Mm-hmm. We zijn van de vaste commissie kiesregeling en wijziging van de grondwet. En wij zijn niet echt op reces, omdat hoogstwaarschijnlijk we volgend week weer gaan vergaderen. Want de wet met betrekking tot wijziging van de kiesregeling en wijziging van de grondwet moet 2 oktober op de agenda komen. Dus wij hebben niet echt reces. Maar kortom, de DNA-leden zijn altijd beschikbaar als het moet. Maar nu hebben we een beetje ruimte om bepaalde dingen te doen. Behalve de leden van de vaste commissie kiesregeling en grondwet, hoor.
een wijziging van de grondwet. Nou, het was wederom heel erg interessant om jou hier te hebben, Patricia Etnel van de Groene yes. Partij. Bedankt. Ja. Ga zo door. We gaan ervoor. Mijn complimenten. Ik moet lachen wanneer je dat zegt, want iemand heeft me dat hij heel erg boos is dat ik in limbo ben. Ah. Want ja, ze hebben je van alles en nog wat uitgemaakt. Nee, maar weet je wat ik zeg? Kijk, wij hebben onze dingen meegemaakt. En dat zeg ik ook. Cliff en ik hebben onze dingen meegemaakt. Maar we hebben het ook uitgesproken. Mijn taille is maar ik mag aan of die dit toe. Absoluut. En natuurlijk, er zijn zoveel mensen die zoveel over je zeggen. En je hoort het niet. En wanneer ze je zien, lachen ze met je. Maar ze zetten een dolk in je achterrug. Maar in een sap dat na de eduki na een dolk. Dus als het gaat om de factor mens. Weet je wat mijn oma me altijd leert? Zet aan tafel. Of wat ze me heeft geleerd, want ze leeft niet meer. Ze zegt me altijd, mijn moeders moeder. Ze heeft me altijd gezegd, Patricia. Wanneer je aan tafel zit. Zit aan tafel met de persoon die je weet hoe hij of zij over je denkt. De sabi van je nyananga dringen. Maar tegen ons af als ma e denki abra you. Giri dalen. Nos don so mananging. Dus ik heb liever dat ik weet wat ik met je heb ervaren. Dan weet ik ook hoe je bent. Dan wanneer je een hele rookgordijn voor me hebt. Laf nanga mi terwijl te me gwe. Je luku mi de je luku van je soet mi gwe. Van je boro de bigi san in mi baka. Van je dikwa bigi ologi mi. Weet je maar te me luki. Wat is mi lobi homo. Terwijl in je ati. Je ber mi 100 lazy. Yeah. Dan zeg ik. Ik heb met jou heel veel meegemaakt Cliff. Maar één ding weet ik. We leren eruit en we worden groot. Ja, tegen je is mijn look in de dag. Wat tegenkomt, baga. Is goed. Dankjewel. Yes. Patricia Etnel van de NPS. In deze uitzending, dames en heren, op Lim FM.